De dames van Amigo Zoersel spelen in de play-downs en konden bij winst op deze speeldag in de derby tegen Smash Out Turnhout de zekerheid bekomen om ook in het komende seizoen in deze reeks uit te komen. Neem daarbij nog dat ze aanstaande zaterdag de finale van de Beker van Antwerpen spelen, dan moest er gewonnen worden om met een goed gevoel de finale aan te vatten. Bij Smash hadden ze in ieder geval weinig hoop op een goede afloop. De laatste week is er beterschap. Blaasveld, vorige week Amigos, winnen we een set. Maar ik denk dat ja, dat zit wel, dat is mentaal denk ik, niet bereid en content zijn met die set. En niet bereid zijn mentaal om er nog een schepje bovenop te doen. En ik denk dat dat het gevolg is van dan, ja, de wedstrijden die daar voorbij zijn. Dan. Heel het seizoen een beetje gesukkeld met receptie, opslag. En ik zeg het, niet echt een drive erin gekregen. En als je in het begin al geen punten haalt, weet je zelfs niet meer hoe je moet winnen. Dus je weet niet hoe je een set moet afmaken. We hebben soms wel een kans gehad om iets meer, dat er iets meer in zat, maar dan toch niet doen. Dat klopt, want de thuisploeg zet Smash meteen onder druk, de 1-0. Het eerste doelpunt van Smash komt er na een fout van Amigos, dat de bal buitenslaat, de 5-1. Ook de 6-1 van de thuisploeg laat niet lang op zich wachten. We zitten al diep in set 1, wanneer Smash de 23-18 kan scoren. Set 1 gaat zoals verwacht naar de thuisploeg Amigos Zoersel, met uiteindelijk 25-18. In set 2 krijgen we een heel ander Smash te zien en moet Amigos vol aan de bak. Ze scoren de 6-5. Toch laten de dames uit Oud Turnhout ook zien dat zij kunnen volleyballen, de 8-11. We krijgen meteen een van de langste rallies van de wedstrijd, die een punt oplevert voor de bezoekers, de 17-21. Set 2 geeft bij momenten mooi volleybal en het is Amigo Zoersel dat de 22-24 op het scorebord zet en terug even hoop krijgt. Amigo Zoersel mag dan zelf gaan serveren, maar slaan de bal buiten. En de set is binnen voor Oud Turnhout, 22-25. Een beetje gemakzucht. Bij momenten gaat het ook wel vrij vlot, zonder op topniveau te moeten halen. Maar eigenlijk voor een thuiswedstrijd moet je als ploeg proberen altijd toch het beste te brengen. Ja, misschien te gemakzuchtig te denken, want het zal wel vlot gaan. En ze hebben uiteindelijk ook nog geen enkele wedstrijd verloren over het hele seizoen. Dus het is misschien niet heel onlogisch dat de meeste ploegen hem beginnen te onderschatten. Maar het is dan aan ons om gefocust daar te blijven spelen. En dat is wat we moeten doen. En niet zozeer ons aantrekken van hoe dat hun spel is, maar eerder naar ons kijken. En dat deed de thuisploeg wel degelijk in set 3 en 4 terug. In set 3 grijpen ze de meiden uit Oud Turnhout bij de keel en staat de 6-0 score op het bord. Er staat voorlopig geen maat op de thuisploeg en ondertussen zitten we op de 20-6. Set 3 gaat uiteindelijk gemakkelijk naar Amigos Zoersel met 25-12. In set 4 krijgt de thuisploeg nog wat hulp van Smash, de 5-2. De thuisploeg gaat verder door op het elan van set 1 en 3 en maakt de 15-8. Smash probeert nog te redden wat er te redden valt, maar de thuisploeg is aanvallend en verdedigend te sterk en maakt stilaan brandhout van de bezoekers en komen zo op 19-8. De thuisploeg wil de scalp van de bezoekers nu en Smash 1 wordt nog gered, maar bij Smash 2 is het raak, de 23-12.
De thuisploeg wil absoluut de wedstrijd zo snel als mogelijk beëindigen. En uiteindelijk met een subtiel balletje is het een feit. Amigos Zoersel wint de wedstrijd oververdiend met 3-1. En kan aanstaande zaterdag, in eigen huis trouwens, de finale van de Beker van België aanvatten met een goed gevoel. Een gevoel om een prijs te pakken, namelijk de Beker van Antwerpen. Ja, dat is voor de club en voor ons nu wel heel belangrijk. Zeker omdat nu de finale inderdaad hier wordt gespeeld. Ik denk dat dat vooral voor het bestuur en alle leden die ervoor gezorgd hebben dat dat nu eindelijk hier wordt gespeeld, dat dat een kers op de taart kan zijn, moesten we die beker ook nog pakken. Ja. Dus ik hoop er al sinds wel op. Dus we gaan ook proberen die laatste twee nog te winnen. En de play-downs te winnen was van in het begin onze ambitie. En dat gaan we ook proberen waarmaken. En ik denk de belangrijkste wedstrijd eigenlijk nog volgend weekend, dat we de bekerfinale spelen, Beker van Antwerpen. Hier in Amigos zelf. Als je afzakt, dan zijn ze te klein voor die reeks. We hadden niet verwacht dat het zo erg zou zijn. We hadden al wel, als het seizoen bezig is, het gevoel dat iedereen versterkt was, behalve wij. We waren wel versterkt in de breedte, niet zozeer kwalitatief. Dat het zo erg zou zijn, dat hadden we niet verwacht. Ja, dan moet je vaststellen dat je maatje te klein bent. Dan zeggen we naar een lagere reeks. Maar dan is als doel volgend seizoen weer de top 3 en dan zullen we weer wel zien. Dus we bengelen er zo wat tussenin. Maar ik denk niet dat we ons het niveau gaan bijmaken. Dus we zullen het moeten doen met Eerste Nationaal volgend. Dat is absoluut geen ramp. Zeker niet. Op Blaasveld spelen we een goede wedstrijd. Als we dat kunnen doortrekken, dan gaat het nog wel. Maar gewoon hopen dat het er een leuke wedstrijd worden. Niet te veel van verwachten, maar toch wel een beetje sfeer op het veld brengen en proberen alles te geven.